Dag lieve mensen, welkom bij Angel Shaman Power. Mijn naam is Jacqueline. We gaan eens even kijken naar de nieuwe maan reading. Nieuwe maan, een nieuwe maan reading. Voor 8 mei. En waar heb je zelf last van? Waar heb je last van je psyche? Dat je te veel nadenkt vanaf het 5-5 portaal. We zitten natuurlijk pas op, is gisteren pas gebeurd. Heb je veel last van piekeren? Heb je veel last van nadenken? Dat kan. Waar loopt het nog niet goed in jouw leven? Als jij nog veel wil controleren, dan kan ik je nu al zeggen, dan gaat er niks stromen. Want hoe meer jij het universum wil vertellen wat ze moeten doen, des te meer trapt het op de rem. En dat is gewoon heel belangrijk. Als dat gebeurt, dan heb je waarschijnlijk nog onbewuste blokkades. Daar dien je je dus bewust van te worden. En dat is heel belangrijk om überhaupt in je kracht te komen staan. En dat kan natuurlijk dat ik nu iemand trigger, maar als ik jou trigger in iets, dan weet dan dat er bij jou nog een stukje geheeld mag worden, anders kon het niet gebeuren. Dan zou je geen trigger voelen. Dus dat. Goed, waar mogen we even naar kijken? We gaan eens even kijken wat er speelt. Aanstaande dinsdag 14 mei, dus niet morgen, maar volgende week, heb ik een ankhealing sessie van 1,5 uur. Die is dan normaal op zondag, maar omdat we zitten met moederdag, zondag. En dan Pinksteren, dan gaat dat dus niet. Dus heb ik gekozen om het op dinsdag 14 mei te doen. Ook weer 5-5. Als je het dan zo wil zien. Tussen nieuwe maan en, ik wou zeggen tussen kerst en nieuwjaar, tussen de nieuwe maan en de volle maan in. Dus dat. Mocht je dus interesse hebben, kun je daaraan meedoen. Uiteraard ook nu met korting in verband met de feestmaand. Dus dat. We gaan eens even kijken, wat speelt er? Als je namelijk ook nog veel last hebt van piekeren, dan kan de Happy Juice helpen. Want de Happy Juice zorgt dus echt ervoor dat je dus die onbewuste stukken namelijk opschoont. En als jij wil weten waar de Happy Juice goed voor is, dan kijk op mijn website. Dan kun je de e-books gratis downloaden. Dat is een e-book gebaseerd op de Happy Juice. Wat het doet, maar ook specifiek nog voor de chakras. Dus als je zegt van ik wil dat toch eens weten, van wat kan dat voor mij betekenen. Als ik vanuit mijn eigen perspectief kijk. Voor mij gebeurt er heel veel. Heb ik heel veel kunnen loslaten wat er nog zat. Wat ik wel al aangekeken had, maar wat er nog eens naar voren kwam. Om nog eens volledig in de kracht te komen en blijven vooral. En dat is heel belangrijk. Want je mag natuurlijk, het is belangrijk als je iets wil manifesteren. Dat je dus niet alleen je kracht begint te krijgen, maar ook houdt. Hè? Ook tijdens die strubbelingen wat er dan komen. Want het universum gaat jou testen, gegarandeerd. Gaat jou testen van, oké, ben je wel klaar ervoor? Heb je dat ook opgeschoond? Ben je klaar voor het positieve wat jij graag uitgezonden hebt, wat je graag wil? Dat dien je klaar voor te zijn. Als er nog triggers komen, als je nog getriggerd wordt, door wat dan ook, wie dan ook, betekent dat dat je nog niet klaar bent voor dat wat jij graag wil. Dat is heel simpel. Put your creative energy into action. Archangel Gabriel helpt je eigenlijk om jouw creativiteit. Ik moet even mijn laptop uitzetten, het geluid hoor gek van. Zo, ben ik weer. Nou, die gaat jou dus ondersteunen om creatief te zijn. Helpt je ook te communiceren met jouw visie. En te motiveren om iets moois te creëren. Dus als jij iets wil neerzetten, iets wil creëren, iets wil manifesteren. Dient je daar dus in overeenstemming te zijn met jou eigenlijk, met jouw ware zelf. En om dat te vinden, te zien, dien je eigenlijk ook die onbewuste stukken te bekijken. Natuurlijk weet je, weet je meestal niet wat dat is. Maar ja, vraag aan het universum of, ja, zoals ik dat nu doe, gebruik die Happy Juice. Maar daar raak je wel, je cortisol level gaat daarvan echt naar beneden. Het is ongelooflijk wat dat gewoon voor mij betekent. En hoe ik mij positief daarin voel. Take control of your thoughts. Nou, wat het zei ik dus net. Jouw gedachten zijn key. Die zijn super, super belangrijk om die positief te houden. Ook al weet je, ook al is het gewoon shit in 3D.
Als het in 3D niet loopt, is het jouw taak om de controle los te laten. Punt 1, daar beginnen we mee. En punt 2, om jouw power, om jouw kracht te houden. Om niet op die bühne te gaan zitten van je eigen gedachten of met de meute mee te gaan. Maar stijg boven dat stukje uit. Je gedachten zijn die creëren. Als jij constant iets uitzendt naar het universum van ja, ik heb dat nog niet en het komt niet. En of die partner is er nog niet. Of die partner, ik heb nog geen partner. Weet je dat? En ik wil graag. Ja, willen dat... Daar zei mijn oma vroeger iets over, maar dat zal ik maar niet herhalen. Maar dat je kunt hoogstens iets uitzenden dat je graag dan en dat zou wensen. Zet jouw wensen uit. Dat je je wensen uitzendt, maar eisen, ja, dat kan natuurlijk, maar brengt je dat wat? Als dat voor jou niet werkt, dan moet je eens kijken wat werkt wel. En wat wel werkt is... Je wensen uitzenden, of je eisen uitzenden, nou, hoe je het noemen wil. Maar dan wel de controle loslaten. Als je dat namelijk uitzendt en je houdt de controle erover, wil controleren wanneer het komt en hoe het universum jou dat moet brengen, dan gaat hem niet worden. Heb vertrouwen en wees focust op de uitkomst wat je echt wil. Als jij overvloed wil manifesteren of hebt gemanifesteerd, en het is er op dit moment nog niet, betekent dat dat je daar nog een les in hebt te leren? Betekent dat ook dat het universum jou wil testen van, oké, ben jij klaar voor die overvloed wat jij graag wil? Ben je echt klaar? Sta je in je kracht? Laat je er niks en niemand omver blazen? En ik werd getest afgelopen weken, dat kan ik je vertellen. Maar zelfs nog even hiervoor werd ik getest. Maar blijf in je kracht. Blijf in je kracht. Sta erboven. En doe je ding. Dat is gewoon heel, heel belangrijk. Be a light to others. Je hebt een krachtige bericht om te delen. Schijn je licht op de wereld, zodat andere mensen kunnen leren van jou. Dat is namelijk heel, heel belangrijk. Even kijken of ik dat... Dat had ik uitgezet, ik weet niet. Maar wees een licht voor anderen. En kijk, wat hier gebeurt, hè, op het hartchakra de twee handen leggen. Dat kun je zelf ook doen, om de handen op je hartchakra te leggen. Dat doe ik altijd met de ank. Met de ank werk ik dan en die leg ik altijd om mijn hartchakra. En dan connect ik daarmee. Dat is namelijk heel belangrijk. Om te connecten met je ank, om te connecten met de G4-planeet, met Atlantis, met de meesters van Atlantis, de bestuurders van Atlantis. Dat is namelijk de energie van de ank. Dus wees dat licht voor anderen. En soms, als er dingen gebeuren wat niet fijn zijn, kijk dan nog eens wat je bij jezelf nog mag helen. Want... Als je niet naar jezelf durft te kijken en getriggerd wordt, dan betekent dat gewoon dat je iets niet durft op te lossen. Of niet daarnaar durft te kijken. Want je gaat niks oplossen als je er niet naar kijkt. Dat is gewoon heel belangrijk. Om te kijken van wat mag ik leren hiervan? Is er nog iets wat ik mag leren? The Rise of the Warrior, the Sword of Light, Oracle. Het Zwaard van Licht, van Archangel Michael. Dat waren die kaarten, het Zwaard van Licht. Nu hebben we The Rise of the Warrior. Herrijzenis van de Krijger. Ik pak die, omdat die omgekeerd vliegt. Courage. Heb de moed om jouw kracht terug te pakken. Als jij namelijk in gedachten zit, in negatieve gedachten, ik krijg dit niet, en dat gebeurt niet, en dat gebeurt niet, en het blijft maar, het stroomt niet, et cetera, et cetera, et cetera. Overal waar je negatieve shit uitzendt, naar het universum. Het universum, ik kan het niet vaak genoeg zeggen,
Het universum reageert daarop door jouw shit te brengen. Het ligt aan jou wat je uitzendt, wat jij krijgt. Dus hou die frequentie hoog. Hou die gedachte neutraal. En zend gedachten uit van dankbaarheid. Zelfs de meest moeilijke situaties. Ben ik dankbaar geweest voor wat ik wel had? Want dan shift je ook alles. En ik weet ook, en het vertrouwen houden, dat ook deze situatie opgeschoond wordt, opgelost wordt. Want in het verleden heb je misschien voor hetere vuren gestaan. Die zijn ook opgelost geworden. Ga daar eens even naar terugkijken. Want dat is namelijk heel belangrijk. Past life. Ja, kijk. A connection through time. Dat heeft natuurlijk met de tweelingzielen te maken. Ja. En als dat nu op dit moment niet in jouw leven is, dat kan. Weet je, niet iedereen heeft de afspraak dat hij een tweelingziel hier in dit leven tegenkomt. Zo simpel is dat. Je hebt gewoon, voordat je incarneerde, heb je een afspraak gemaakt. Met mensen die je nu tegenkomt, maar ook met je tweelingziel. En soms is het gewoon in een leven niet de bedoeling dat jullie elkaar tegenkomen. Omdat jullie die afspraak niet hadden voordat je incarneerde. Heel simpel. En dat weet alleen jouw hogere zelf. Of je die afspraak hebt gemaakt, ja of nee. Jouw ziel weet dat. Jouw bewustzijn weet dat niet. Het kan wel zijn dat je er bewust van wordt. Als je kunt connecten met je hogere zelf. Als je dat kunt vragen. Throw caution to the wind. Your dreams lie behind it. Dus voorzichtigheid, die voorzichtigheid gaat jou niet helpen. De voorzichtigheid om geen stappen te zetten. Om de meest moeilijke stappen die je moet zetten. De meest angstige stappen die je moet zetten. En ik heb er in april 2 gezet. Dat is nodig om quantum leaps te maken. Om te shiften in frequentie. Als je dat niet doet en blijft zitten, van ja, ik hoop dat iemand mij zegt wat ik moet doen, of ik hoop dat ik een situatie kan veranderen door te blijven zitten en dat het universum mij dat vertelt. Nee. Dan laat ik je nog eens een fabeltje, of eigenlijk een, ja, meeste, geen fabeltje, maar even iets rechtzetten. Het universum verwacht van jou dat jij stappen zet. Het universum helpt jou als jij stappen zet, als jij durft te stappen in die hogere frequentie, als jij durft te stappen in door de angst heen. Het is niet de bedoeling van het universum dat die angst afpelt als een, ja, laagje, hoe je het noemen wil, of die jas uit wil doen. Die jas van angst wat je aan hebt, ik noem het maar even zo. Is niet de taak van het universum om die uit te doen. Het is jouw taak om die uit te doen, om daar doorheen te gaan, door die angst. Om die angst in de ogen te kijken, recht in de ogen en te zeggen van, en nu ga ik daarvoor. En dan, meet me on the bridge. Love is about meeting somewhere in the middle. Dus jij bent nu op het middenpunt van de brug. En als dat over jouw tweelingziel gaat, dan is dat ook, zijn jullie op het midden van de brug. Ja? En dan is de ontmoeting er. Dus dat geldt voor jouw eigen persoonlijke situatie, los van jouw tweelingziel, ja? Het geldt ook voor de verbinding met je tweelingziel. Maar ik zal dadelijk een aparte video daarover maken. Maar dit is eigenlijk meer jouw eigen stukje. Als jij durft stappen te zetten, door angsten heen te gaan. En misschien zijn dat angsten die te maken hebben met stagnatie, die te maken hebben met het gaat niet gebeuren, of die te maken hebben met karmische partners nog. Dat kan, hè. Dus dat kan dus daarmee te maken hebben dat dingen niet stromen. Maar durf door die angst te gaan. Als jij nog angst ergens voelt om een stap te zetten, in welke richting dan ook, of het al een tweelingziel is of geen tweelingziel, het maakt allemaal niet uit, of stappen te zetten in jouw eigen proces, als jij wacht dat anderen jou advies geven of zeggen wat je moet doen, ja, jij, het is jouw leven. Jij bepaalt. Niet iemand anders. En daar mag je naar kijken. En als je die onbewuste blokkades graag wil opschonen, dat kan. Kijk, dat kan in de healing sessies. Dat kan in een privé sessie. Dat kan in een groepsheling die ik tussen de 14 mei geef. En ook nog, ik geef nog ook nog een volle maan healing. Maar die duurt niet zo lang. Dat is maar de helft van de tijd.
Maar dus, wat wil je? Wil je daar, durf je überhaupt te kijken naar die onbewuste blokkades? Durf je te kijken en te gaan graven wat daarachter zit, waar die angsten vandaan komen? Als je die niet in de ogen kijkt, ga je ze ook niet oplossen. En het is aan jou om daar eens mee aan de slag te gaan. En hoe meer je gaat graven in jezelf, hoe meer naar boven komt. Nou, alles vliegt alle kanten op. Eentje vliegt eruit, dat is die gaan we het eerste pakken. Gaia Gateway Activation. Nou, dit is het allerbelangrijkste. Leren, je gaat leren. Wisdom Transmission, Earth Intelligence. Ga connecten met de natuur. Ga de natuur in, ga naar water. Water brengt oplossingen, water brengt inzichten. Dat is gewoon zo. Als je bij water bent, krijg je inzichten. En waarom? Omdat water te maken heeft met emoties. En wij bestaan uit water, zoveel procent, 70. Het gaat jou iets leren. De natuur gaat jou iets leren. Natuur is ook eigenlijk, en dan, misschien is dat wel handig om te zeggen. De natuur laat ook in het najaar de bladeren vallen. Maar die zijn ook niet, die bomen, die staan er nog. Maar laat wel alle overtollige bullshit vallen. Alles wat niet meer nodig is. Maar is dat geen bullshit van die dingen, maar dat snap je wel. Maar waarom zeg ik toch steeds vogels? Ah, oh, en er vliegt er net één langs mijn raam. Ik zie het gewoon in de spiegel van de kast. Nou, wat dat betekent is hoger vliegen. Die frequentie shiften. Hoger kijken, vanuit een hoger perspectief. Kijken waarom gebeuren dingen. Zie ook, in de natuur gebeurt dat ook. Daar laten ook de bomen de bladeren vallen. Ja? Daar komen op het voorjaar wel nieuwe. Dat wil niet zeggen dat die boom dood is. Dat wil niet zeggen dat er geen verandering meer kan plaatsvinden. Want het gebeurt. Elk jaar opnieuw. En jij mag ook gaan bloeien. En dan is het weer een cyclus van dadelijk laat je dat weer los, wat jou niet meer dient. Ga eens even kijken, wat mag jij loslaten? Deze is ook gewoon recht. Even zien. Lemurische codes. Dus omarm die gevoeligheid. En ga in gratie leven. En in uniek zijn. Want je bent uniek. En dat is gewoon wie je mag zijn. Merkaba activatie. Transcendence. Ascension. You are rising up. Dus betekent wat net met die vogel zag. Omhoog stromen, groeien, hoger groeien. Dat is belangrijk. Zwaard van licht, divine protection, cord cut, breakthrough energy. Betekent gewoon een doorbraak. Het zwaard geeft aan van ik kap iets af. Je kunt daarmee iemand doden. Je kunt iets afkappen. Je kunt, noem maar allemaal op. Ik wil het helemaal niet weten wat het er allemaal mee kunt. Maar ja, dat. Maar en waarom moet ik nou zeggen, het zwaard geeft ook leven? Ik weet niet waarom ik dat moet zeggen, maar dat moet ik maar eens navragen. Maar het komt zo bij me op. Heel gek. Divine protection. Dus je wordt beschermd door Aziz en Michael. Oké. Michael geeft aan, doordat als je hem om hulp vraagt, dan zorgt hij ervoor dat ook dingen afgesloten worden. En dat is eigenlijk het zwaard brengt leven. Geeft je leven. Geeft je jouw leven als ziel weer terug. Als puur persoon. Want alles wat jou niet meer dient wordt afgekapt door Michael energetisch. En dan geeft het jou het leven weer terug. Nou, mooi. Sirius Star Blessings. Yes, proceed, be seen, through. Dus doorbraak. Ga kijken. Ja is het antwoord. Het antwoord is ja. Ga naar voren. Je wordt gezien. Dat. En het hogere hartchakra activatie. Dropping shields. Dus laat dat masker afgeven. Laat het masker los. De bescherming. Het heeft te maken met universele liefde. Met je hart geheeld. Maar dan dien je wel
het harnas eigenlijk. Het schild wat je voor je hart hebt gezet. En dat hoeft niet eens met andere mensen, maar ook met... dat kan ook voor jezelf zijn, dat je jezelf niet durft te zien. Ja? Want in jouw kracht staan betekent ook dat je dus in je kracht moet blijven. Memories of Atlantis, spirituele acceleratieproces, technologie. Ik moest deze even pakken, want ik zie hier de ank op. Van, dus daar gaan we dus echt mee aan de slag. Als je hier problemen mee hebt en je komt niet uit die rat race van dat piekeren en nadenken en ik weet even geen oplossing, is die ank healing sessie wat ik 14 mei geef, ja, wel een oplossing voor je. En weet gewoon, als ik met de ank werk, dat is altijd heel erg krachtig. En ja, goed. Ervaar dat dan maar zelf, zou ik zeggen. Ik kan dat wel zeggen, maar ja. Goed. Was dat het? Nee. Deze nog. Wat mag ik nog meer zien? Nog twee hoor ik. Oké, nog twee dan. Dat waren er twee. Oeps. Erzinger Zadkiel, replace doubt with faith. Nou, dat zei ik dus net. And remember who you are. Erzinger Zadkiel. Dus vraag die om hulp. En ja, herinner je wie je bent. Je bent gewoon krachtig. Jij bent het universum. Je komt uit de bron. En daar mag je, dan mag je naartoe. Weer terug naar die energie. Wat je toen was. Wie je toen was. Je mag naar je oorsprong terug. En vanuit die oorsprong kun je ook jezelf zijn. Kun je ook dingen neerzetten. En ontvang je ook wat je wil. Maar goed, we hebben dus nu de nieuwe maan. De nieuwe maan kun je dus ook dingen neerzetten. En ja, ik zou zeggen, mocht je een consult wensen, dat kan dan vanaf de 13e weer. Maar kun je natuurlijk wel wat boeken nu. Moet maar even kijken. Mocht je dat wensen. Of je mag meedoen aan de sessie. En als je genoeg hieraan hebt, helemaal prima. Is ook goed. Misschien heb je nu al inzichten gekregen. En je denkt van ja, dat is het. Daar mag ik mee aan de slag. Dan vind ik dat ook helemaal goed. Nou, ik wens jullie een hele fijne dag. Dankjewel voor het kijken. En namaste.